Nou, we gaan het vandaag hebben over hoe drones een rol kunnen spelen in de tuinbouw. Ik ben Guido de Kroon, ik ben professor aan de TU Delft op het gebied van kleine onbemande vliegtuigjes. Een van de grote doelen natuurlijk is dat drones data kunnen vergaren. Ze kunnen bijvoorbeeld plaatjes maken, ook in verschillende spectra, zodat je kunt zien hoe het met planten gaat. En dat is eigenlijk een belangrijk middel op weg naar precisietuinbouw. Wij werken al sinds een jaartje of 20 bijna aan kleine drones. Een van de hoofdthema's waar we aan werken is om die drones zelfstandig te laten vliegen. En dat is heel belangrijk, want als we drones grootschalig in willen gaan zetten om data te vergaren, dan zullen ze echt zelf moeten vliegen. Dan heb je natuurlijk niet een piloot per drone. Dat is een uitdaging, vooral binnen in kassen waar je bijvoorbeeld geen GPS hebt. Maar het is helemaal een uitdaging omdat wij echt focussen op hele kleine droontjes. Wij willen het liefst de kleine drones, bijvoorbeeld in kassen, omdat die kleine drones veilig zijn voor mensen. Ze zijn ook veilig voor de planten. Waar we eigenlijk aan werken is zwermen van die drones, waarbij ze samenwerken. Als we kijken naar de toekomst, dan willen we eigenlijk, vooral een wat verdere toekomst, dat kleine drones met vleugeltjes bij wijze van spreken tussen tomatenplanten heen slaan om eigenlijk net als echte insecten en ook in hele nauwe ruimtes kunnen bewegen en daar taken uit kunnen voeren. En niet alleen is dat leuk omdat het op de natuur lijkt, maar die drones die kunnen ook langer vliegen straks dan dit soort kleine drones. Op korte en middellange termijn zullen deze drones vooral data vergaren. Dus ze maken bijvoorbeeld plaatjes in verschillende spectra van planten. Die data wordt dan geüpload in de cloud. Initieel zullen experts naar kijken en aangeven wat er aan de hand is met die plant. En daar kan dan weer een kunstmatige intelligentie van leren. En als die kunstmatige intelligentie leert van de experts, kan die in veel kortere tijd hele grote hoeveelheden data verwerken, real-time eigenlijk. En het mooie is dat die kunstmatige intelligentie, die kan dan in kleine vorm weer op zo'n klein drone gebracht worden. Nou ja, je merkt het al, dit leidt tot een soort zelfversterkend systeem waarbij het hele systeem van drone tot kunstmatige intelligentie in de cloud steeds slimmer wordt. En dan hebben we het niet alleen meer over plaatjes, maar we hebben het ook over een e-nose die dingen kan ruiken, waardoor je echt veel en veel meer kennis krijgt, real-time, over de kas. Eigenlijk van een expert die voortdurend meekijkt per plantje. Dus het is echt ja, een component in een soort big data strategy. Dus in een strategie waarbij je grote hoeveelheden data laat processen door kunstmatige intelligentie. Maar ik denk op de middellange tot lange termijn kunnen ze ook echt acties gaan nemen. We zijn eigenlijk al bezig om dit in de praktijk te brengen. En dan beginnen we eerst met het zelfstandig laten vliegen van een drone in een kas. De volgende stappen die we willen gaan zetten is die kleine drones steeds slimmer maken. En dat is hetgene waar we heel goed in zijn aan de TU Delft. We hebben een drone van bijvoorbeeld 20 gram die helemaal zelf rond kan vliegen, obstakels kan ontwijken. Dat is echt nog steeds uniek in de wereld. Dat is de lichtste zelfstandig vliegende drone in de wereld. We hebben ook vorig jaar een groepje van deze drones een geheel onbekende ruimte ingestuurd waar ze zich verspreiden, beelden maakten en weer terugkwamen met slechts één baken bij het grondstation. Dus dat betekende dat ze naar een soort radiobaken terugkwamen vliegen. En dat zijn allemaal unieke prestaties van ons lab die we via dit soort projecten graag in de praktijk willen gaan brengen om juist die voorsprong van de Nederlandse tuinbouw te behouden en uit te breiden. Ja, ik denk dat er naar de toekomst toe echt een legio aan mogelijkheden zijn.